unieke politieactie. Ja, het was een maandenlange spectaculaire undercover-actie van internationale politiekorpsen. Waar een aantal grote criminele kopstukken hun hoofd aan hebben gestoot. Ze kochten cryptotelefoons en dachten dat die niet te kraken zouden zijn. Maar wat ze niet wisten is dat er een speciaal rechercheteam achter die telefoon zat. Nou, ook Nederlandse criminelen zijn erin getrapt. Dat vertelt misdaadverslaggever van de Telegraaf, Mick van Wely. Maar deze actie is toch echt uniek. Hierbij is een compleet bedrijf opgezet door de politie, eigenlijk een fake bedrijf. En verkeerden de criminelen in de veronderstelling dat dit een normaal bedrijf was. En zo konden maandenlang criminelen worden afgeluisterd. Er kon worden gezien waar ze waren, alles. Het is een ongelooflijk slimme operatie waarmee heel veel informatie zal worden gegenereerd. Op de persconferentie straks zal de politie meer uit de doeken doen over deze operatie. En er zal bekend worden gemaakt hoe ze het bedrijf hebben opgezet, maar ook wat de resultaten zijn. Dus er zullen talloze drugslabs zijn opgerold, arrestaties zijn verricht. En ik verwacht dat de politie vooral daar meer over gaat vertellen. Misschien wel dat er ook kopstukken zijn opgepakt, maar dat zal allemaal straks later bekend worden. Ja, dit is ook weer een voorbeeld waarvan de politie in verschillende landen met elkaar heeft samengewerkt. Dat was ook al met die cryptotelefoons die ze toen hadden gekraakt. Ja. Zou dat niet veel meer moeten gebeuren als je ziet dat het dit resultaat kan hebben? Ja, want criminelen houden zich niet aan nationale grenzen natuurlijk. Die opereren, wat we zien bijvoorbeeld in Rotterdam, maar ook in Antwerpen. Het zijn allemaal dezelfde groepen die dat doen. Dus internationale samenwerking is absoluut key. Maar mag ik wel even een compliment maken aan die goede mensen van de politie die dit weer op een waanzinnige manier gedaan hebben na die hack van vorig jaar. Hiermee wordt echt zo'n enorme slag geslagen richting de criminelen, of tegen richting de drugssyndicaten in Nederland en Europa. En daar dat hebben is echt heel goed.